1, 2, 1, 2, 3, 4. Beste kijkers, van 1 tot 99 jaar. Ik hoop dat ik niemand heb overgeslagen. We beginnen nu met cassette nummer 3 te bekijken. Gaat er veel plezier aan hebben. We hebben ook nog een veren wat gebracht. Ook een goeie. Maar je weet toch dat we een nummer 1 en een nummer 2 hebben, hè? Als je die alle vier in jongens hebt, dan heb je een schoencollectie van allemaal sketchen die nooit daarlangs nog kunnen gespeeld worden. Maar nu lachen geblazen. Veel plezier. Wat is dat? Wat, hè? Dat je er zo nog even alleen naast, wat is dat? Ik vond dat een goeie finale om te leken. Dat ik me zo even losgooide. Ik vond dat een goed slot. Allee. Maar ga je moet niet alleen naast, je gaat er toch geen one-man-show van maken, hè, manneke? Mag toch aan de mensen laten zingen dat ik kan dansen, dan mag ik ja, toch? Ja, en als ze gedanst worden, dan gaan we met wie dansen, niet alleen, met wie. Ja, je hebt gezegd van niet te dansen, omdat je niet geren danste. Dat is waar. Omdat ik het een stoeme dans vind. Een stoeme dans, wat ga je er doen? Dat is geen entree voor ons. De mensen zitten niet te zingen, omdat ze zich dansen. Een stoeme dans is het. Een boerinekesdans, een dans van een veranderd jaar. Stoeme dans. Tekst van dat leken is schoon dat we zingen. Ja, ja. Dat is een entree leken. Stoem leken is het. Excuseer, dames en heren, ik vind het een stoeme tekst. Ja. Hier gaan wij, dames, ja, voilà, mijn voilà, heren. Voilà. Precies of de mensen zingen niet dat weer zijn. Stoemleken. Je verstok het niet, manneke. Dat is een entreeleken. Waar zingen? Hier zijn wij, dames, mijn heren. Met leuke liedjes, melodietjes. Leuke liedjes, melodietjes. Stoemleken. Stoeme tekst. Ja. Wie heeft die een tekst geschreven? Mijn vrouw, Angst Mariette. Stoeme maar, wat? Stoemleken. Ah. Leken van over 100 jaar. Ja. Die teksten die moeten we zelf schrijven, Leia. We hebben Marie fout gedaan, Gaston, als we het vervolg nog teksten moeten schrijven voor de nieuwe show, moeten we alleen weggaan. Waar je twee alleen, dat we rustig kunnen nadenken. We hadden ons afgezonderd, ja, dames en heren.
Want ieder groeit een artiest uit. Ja. Als ze teksten willen schrijven, zich afzonderen. Ja, die gaan naar het buitenland, dames en heren. Waar zijn ook naar het buitenland geweest. En dan heeft dame Mariette gezegd, als ga naar het buitenland, gegaan ik mee. Hela. Als je niet is toch ook mee geweest, hè, manneke? Omdat dame Mariette mee ging. En aan Mariette had niet aan haar dochter en haar man moeten vragen voor ook mee te gaan. Hela. Haar dochter en haar man is toch ook mee geweest? Omdat haar dochter en haar man mee ging. We hadden een schoenvilla gehuurd, dames en heren. Ja. Met zwemkom. Ja. Bovenop een berg in Spanje. De 2 kilometer van Benidorm. Ja. Schone villa. Iemand geïnstalleerd voor 4 personen. En we waren met jachten. Ja. We hebben de vrouwen in bed laten slapen. En ik heb één nacht op de zetel mee geslapen in de living. En dan moest Abe Schoenzanger liggen. Hè? Oh, is dat mijn schuld? Nee, hè? Maar Abe Schoenzanger moet de grote Jannie Joatang. Zeg wat, hè? En s'morgens vanuit de badkamer een aanloop nemen en in de zwemkom springen. Hela, die jongen mag toch zeker in de zwemkom springen? Als er water in was geweest. Dat wist die jongen niet, dat de nagenier de oven te vuil laten leegloeven om het te verversen. En vind je gaat dat niet normaal, dat die jongen met een hersenschudding en met een gebroken been op de zetel ligt? En dan heb ik in het bad moeten slapen. Het was een heel klein baddekje. Is dat nou zo'n drama? Dat is ook geen drama. Wel dan. Maar als haar dochter s'morgens om 7 uur wat, hè? Een bad wilt nemen, dat ze wel eens tegen mij mogen zeggen. Hela, mijn dochter mag toch zeker een bad nemen? Ja, maar het niet laten vollopen terwijl dat ik er nog in lag. En dan zouden we aan ons teksten beginnen, dames en heren. De derde dag aan ons teksten beginnen schaven. En die een dag wou Amariet wat, met die ezeltjes gaan rijden in de baren. Ja, en daar wou de gaan absoluut een groente ezel hebben. Het is niet moeilijk. Ze hadden me op een ezeltje gezet dat ik met mijn voeten op de grond stond. Die ezel die leeft niet tussen mijn benen, die noemt tussen mijn benen. Ik leef met een ezel in plaats van aan mijn man. En welke zag hier verschil? En dan aanschuld, hè, jongen. Daar zijn we met die autobus mee. Aanschuld. Schoenautobus, dames en heren. Met een verdiep bovenop, zo'n dubbeldekker. Een dubbeldekker. Schoenautobus. Dan heb ik me een klop gekregen, hè, jongen. Dan zit ik feitelijk nooit meer van goocheld. Eigenaardig. We stappen mee allemaal in die bus. En we gaan recht naar boven, trappen op die eerste verdiep. Schoenzicht vandaan. Schoenzicht, ja. En daar heb je die crisis gekregen, ja. Want binnen de minuut stond je in paniek terug beneden. Vrieselijk, dat is dan vrieselijk. En waarom? Oh, had ik dat dan niet gezien? Wat? Er zat geen chauffeur.